You Make Me Feel So Good wordt mede mogelijk gemaakt door Brainwash, jouw kapper. Welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van You Make Me Feel So Good. Vandaag weer twee leuke kandidaten, namelijk Helma en Tanja, die een complete makeover krijgen. Helma is opgegeven door haar twee dochters en Tanja is heel veel afgevallen en heeft ook al 18 jaar hetzelfde kapsel. Maar daarvoor zijn hier Lindy en Nikki. Hallo, ik ben Lindy, ik ben 24 jaar. Mijn naam is Nikki, ik ben 24 jaar oud. Ik ben inmiddels 5 jaar kapster, waarvan ik 4 jaar met veel plezier voor Brainwash werk. Ik werk al 3 jaar bij Brainwash en ik zit al 4 jaar in het kappersvak. Mijn inspiratie waar ik kapsels vandaan haal, is dat mensen op straat lopen. Ik heb niet echt een voorbeeldkapper. Ik vind het vooral belangrijk dat de kapper goed kijkt naar de klanten die hij in zijn stoel heeft. En eigenlijk alle kappers die iets moois maken en waar ik iets moois van terugvind, daar heb ik respect voor. Mijn voorbeeldkapper is Leke van Zadelhof. Hij is veel op televisie te zien en hij varieert bij de bekende Nederlanders met veel kapsels. Ja, en hier staan de kandidaten dan, Helma en Tanja, welkom. Hi. Helma, ja. Hoe is het als je door je twee dochters wordt opgegeven? Super, ik vond het helemaal geweldig. Oh, echt? Ja. Vond je het geen belediging? Nee, nee. Nou, zullen we even gaan kijken wat die twee dochters allemaal zeggen? Oh ja, nee, ja, oké. Kijk maar. Dames en heren, geef ze een hartelijk applaus. Alle clowns van het Circus Nina. Ja, ik ben Helma, 50 jaar. 2 kinderen. Ik werk als clown. Als clown op kinderfeesten bij dementerende contactclown. Bedrijven, typetjes op markten en festivals. En verder ben ik ook nog begeleidster op een dagbesteding met verstandelijk gehandicapten. Ik zie mezelf als spontaan, behulpzaam ben ik ook wel, over het algemeen ook wel vrolijk, maar ik kan ook verschrikkelijk boos worden. Lekker zeuren kan ik ook wel. Nou, we hebben er opgegeven omdat ze een moeilijke tijd heeft gehad en ik wist dat ze het heel leuk zou vinden, dus ja, vandaar. Ik vind het echt heel erg leuk dat ze me opgegeven hebben voor dit programma. Ik heb het er al zo lang over en ja, nou, uiteindelijk komt het er dan een keer van, dus... Ja, ik vind het super. Nou, mijn moeder is een spontaan persoon. Ze houdt wel van feestjes, vooral verkleed feestjes. Ik denk dat ze daarom ook clown geworden is. Dat ik echt heel fijn zou vinden dat er aan mij veranderd zou worden, dat zou mijn kapsel zijn. Dus echt 3 keer niks. Verschrikkelijk. Zit nooit. Nou, ik zou het echt verschrikkelijk vinden als ze er heel netjes ja, opgetut hebben, zeg maar, met... Ja, een heel degelijk kapsel, helemaal gefeund. Hey, zo'n bol gefeund kapsel. Zo'n bol gefeund beerkapsel, dat willen we niet zien. Mijn handen vind ik afschuwelijk. Vind ik echt afschuwelijk en ik vind mijn neus nog wel groot. Nou, het zou wel leuk zijn als ze echt iets met haar make-up zouden doen. Want ze draagt wel make-up. Maar het zou fijn zijn als het, ja, als het iets beter uitkomt. Dus dat ze haar ogen iets meer opgemaakt hebben. Ja, wat meer accentueren. Ik vind trouwens de wenkbrauwen wel heel mooi. Wat ik het mooiste aan mezelf vind is mijn borsten en mijn billen. Kleding die echt bij haar past vind ik ja, toch wel een beetje sportief en een beetje stoere kleding. Ja, en ze sport ook, ze is ook sportief. Ja, ze is ook echt sportief. Niet te net, denk nee, ik. Hè? Nee, geen lange chique rok of zo. Gewoon een beetje vlot. Een beetje vlot, ja. Hoe ik er niet uit hoop te komen zien is ja, heel tuttig met krulspellenkapsel, zal ik maar zeggen. En ja, te netjes. Dan heb je gewoon 2 van die hele moderne, hippe meiden thuis zitten. Ik heb 2 geweldige dochters. Ja, ja, hè? Echt. Lindy, wel een hele uitdaging voor jou. Geen bea-kapsel, niet te stijf, geen krulletjes. Heb je een idee? Dat gaat helemaal goed komen. Ja, blijf een sportief kapsel. Ja. De uitdaging is wel extra groot, hè? Ja. Ga je ook nog de kleur drastisch veranderen, denk je? Ik ga je laten verrassen. Steven, alles open?
Ja, niet heel donker. Geen donker kapsel. Geniet gewoon van de dag. Ja, je dochters hebben je opgegeven. Het komt goed. Super. Nu ook nog een ander groot modeprobleem, hè? Ik heb echt keihard moeten lachen om jouw filmpje. Echt waar? Nou ja, je hebt toch wel een aantal... Nou, laten we gewoon even kijken, ja? Kijk maar mee. Nou, ik ben dus Tanja Rens. Ik kom uit Bergen op Zoom. Ik ben 33 jaar jong. Ik probeer... Mijn vogel gaat nou bellen. Ik werk in een supermarkt in Bergen op Zoom. Al 7,5 jaar. En dat heb ik eigenlijk prima naar mijn zin. Dus meestal heb ik gewoon een makkelijke broek aan en een t-shirt. En er zit toch mijn schort overheen. Dus niemand die dat ziet. Mijn dagelijks leven bij mijn werk. Hebben wij dus een heel mooi vrouwelijk outfitje. Dat gaat zo aan. En dat hangt. Recht toe, recht aan. Ik draag al, zolang ik me kan herinneren, een jaar of 18 toch zeker alles op één lengte. En ik durf eigenlijk niet. Ik wil wel, maar ik durf niet. Ze heeft al snel zoiets van, laat maar hangen of doe het wel vast. En ze heeft heel mooi haar, maar ze weet niet goed hoe ze er verder mee om moet gaan. En ja, gewoon een mooi make-upje, niet te overdreven, niet te knallend, maar gewoon zo natuurlijk mogelijk wel. Ik heb mezelf opgegeven omdat ik wel eens wil weten wat er meer mogelijk is voor mijn haar en qua kleding. Ik heb vrij brede heupen voor de rest van mijn lichaam. Qua broeken zou ik eigenlijk een maat groter moeten hebben voor mijn heupen, terwijl het eigenlijk een goede maat zou zijn voor mij. En verder denk ik dat de kleren, dat er wel wat eigenlijk aan kan worden. Tanja heeft vroeger kort haar gehad, dat vond ik helemaal niet mooi staande haar. En ook omdat ze van boven vrij vol is en op de heupen, dan komt dat nog verder naar voren. Ik vind eigenlijk het haar wat Marielle zelf heeft, vind ik eigenlijk wel heel leuk qua model. Dus ik hoop eigenlijk stiekem dat het er een beetje in zit. Maar ja, Marielle kennende, denk het niet. Met twee kleine kinderen heb je niet veel tijd om uren voor die spiegel te gaan staan. Ik hoop eigenlijk dat ze mij tips kunnen geven dat ik met 5 minuten klaar ben. Ik heb toevallig 2 weken geleden voor bruiloft van mijn collega heb ik een jurkje gekocht. Ik ben nu 12 kilo afgevallen bijna. Ik wilde nog 8 afvallen, omdat ik dan toch nog lekkerder in mijn vel zit. Ik zit al lekker in mijn vel. Maar dat ik dan toch nog weer op het gewicht ben dan dat ik begon voordat ik zwanger werd van de kinderen. En dan nu mijn trots. Dat is mijn jurkje. Die heb ik 2 weken geleden gekocht toen mijn collegaatje trouwde. Ik had een grotere maat, ik ging passen en ik denk van nou, laat ik maar een kleinere pakken, want ik kon erin zwemmen. Dus het resultaat is toch wel zichtbaar, eindelijk. Dit is mijn allermakkelijkste broek. Die heb ik dus vaak aan als ik ga werken. En mijn schoenen eronder. Maar ja, die gaan toch altijd uit op mijn werk, want ik loop altijd op mijn sokken. Want het gelijk mijn schoen uit als ik op mijn werk kom. Deze broek heb ik van mijn moeder gehad. Die zegt, bewerkte kleding slankt een vollere vrouw af. Niet in mijn geval. Dat gaat niet door. Hij is te groot aan mijn benen. Past er met 2 benen in 1 pijp. Bij wijze van. Ik heb er ook nog hetzelfde jasje bij. Dus helemaal enig. Sorry ma, doe hem niet aan. Mooie is nu. Veel mooier als nu. Nou, straks gaat die zoon vertellen over dat pak of dat het wel of niet kan. Maar eerst Nikki over het haar. Nou, wat mij opvalt is dat net als je werkkleding het hangt en het doet verder niet veel. Het is nu ook met je kapsel. Dus daar gaan we zeker wel iets aan doen. Wat je vriendin al zei, heel kort gaan we het niet maken, want het komt inderdaad niet mooi uit bij je kapsel. Maar of dat we hetzelfde gaan doen als Marielle, dat is nog even afwachten. Ik zie het wel. Het enige wat denk ik heel belangrijk voor jou is geef je over. Want volgens mij hou je graag de touwtjes in handen. Ja. Je zegt in het filmpje, ik durf het niet, dus vandaag is het de dag dat jij het gewoon allemaal durft, oké? Okay? Ja, doe ik. Beloofd. Okay. Doe ik ervan. Ik wel, ja. Doen we. Nou Helma, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar ja, voor. Ja, helemaal nieuw kapsel? Ja. Ja?
Nou, ik zal even een kleine gedeelte uitleggen wat we vandaag gaan doen. Ik ga natuurlijk niet helemaal vertellen wat we gaan doen. Maar nou, we gaan sowieso naar je gezichtsvorm kijken. Nou, als we naar jouw gezicht kijken, heb je zelf van het filmpje aangegeven dat je je vreselijk irriteert aan je neus. Ja, dat klopt. Nou, dan gaan we met je kapsel gaan wat aan doen. En ook met je nek. Jouw nek is vrij kort, dus we moeten het kapsel sowieso niet uit het gezicht halen. Want als je dat ziet, dan accentueer je gelijk alles. Ja. En als je het kapsel in het gezicht gaat dragen, dan zie je gelijk dat het minder opvalt. Ja, precies. Nou Tanja, na 18 jaar gaan we dan eindelijk je kapsel veranderen. Dus het zal een spannende dag voor je zijn. Heel erg. Hier heb ik allemaal die kleine kroeskrulletjes en die kortere stukjes. Ja. En dat is bij mij gewoon het grootste probleem. En als je het gewassen hebt of je hebt het gewassen gedaan en laat je het dan gewoon opdrogen? Of ik laat het gewoon opdrogen. Ik smeer er eigenlijk nooit iets in. Okay. Mits ik een avondje weg ga of een feestje heb, dan wil ik het wel wat doen, maar anders ook niet. Het hangt, het is lang en er zit verder, gebeurt er vrij weinig mee. Dus waar we op gaan letten is, je bent heel veel afgevallen en door dit kapsel komt het eigenlijk nog niet helemaal goed tot z'n recht. Dus wat we gaan doen is erop letten dat het hier wat minder vol wordt, zodat je ook wat mooier nu je nieuwe gezichtscontouren gaat zien. En ik denk dat we het niet helemaal hetzelfde gaan doen als Marielle. Jammer. En weet je waarom niet? Het kapsel van Marielle is natuurlijk zelf kapster. Zit altijd lekker, maar jij zelf geeft al aan, ik doe er niet veel mee. Ik vind het niet makkelijk om er iets mee te doen. Neem je daar kapsel, zit het over een week hetzelfde als nu. Nou, je hebt al aangegeven dat je niet te donker wilde. Nou, we gaan er natuurlijk een verrassing van maken. Ik heb twee borden meegenomen. Dat is een zilveren en een gouden. Kunnen we bij je gezicht houden en kijken wat er naar voren komt. Als je deze bij je gezicht naar voren haalt, dan zie je gelijk dat er wat roodtinten naar voren komen. Deze die haalt het wat naar beneden. Dus dan weten we in ieder geval dat deze tinten erop gaan lijken. Nou, ik vond mijn blonde haar heel flat in het gezicht staan. Het had helemaal geen uitdrukking, helemaal niks. Ik ga bij Helma het model knippen in haar gezicht. Omdat ze het niet fijn vindt dat haar neus gezien wordt. Als je het haar wat korter maakt, valt het wat minder op. Mijn eerste indruk van Tanja was een echt moedertje. Echt, je kunt zien aan haar haren dat ze 's ochtends niet al te veel tijd aan zichzelf wil besteden. En het liefst gewoon zo makkelijk mogelijk. Wat ik altijd jammer vind is als vrouwen moeder worden, dat ze heel makkelijk denken van of we laten het maar lang groeien, want het kan in een staart, of we knippen alles eraf, omdat het maar zo makkelijk is. Ik zou eigenlijk die vrouwen willen adviseren van ga eens naar de kapper en laat je nou eens echt adviseren wat ook makkelijk is, maar ook leuk is. Het hoeft niet altijd lang of extreem kort om het makkelijk te maken. Dus laat je goed adviseren om wat meer inspiratie te krijgen. Blijf kijken. Tot zo. You Make Me Feel So Good wordt mede mogelijk gemaakt door Brainwash, jouw kapper. You Make Me Feel So Good wordt mede mogelijk gemaakt door Brainwash, jouw kapper. Welkom terug bij You Make Me Feel So Good. Tanja en Helma krijgen vandaag een metamorfose en dat werd tijd ook. Nou, ik vond het blonde haar heel flat in het gezicht staan. Het had helemaal geen uitdrukking, helemaal niks. Het hangt, het is lang en er zit verder, gebeurt er vrij weinig mee. Nu hebben de beide dames nog kledingadvies nodig. De stylisten staan te trappelen, maar Marielle wil eerst nog van Tanja weten hoe ze zoveel af kon vallen. Je ziet er zo anders uit nu al en het is nog niet eens klaar. Nou, ik ben ook heel nieuwsgierig. Maar ik vind het ook echt ongelooflijk. 33 jaar en hoe vaak deed je make-up op? Nou, bij elkaar opgeteld misschien 2 keer in het jaar. En hoe vaak deed je iets aan je haar? Niet overdrijven, hè? Niet overdrijven. 1 keer. Per jaar? Ja. En heb je een dochter van 8? 7? 7. Is dat de reden dat je op een gegeven moment dacht van god, zij wordt ook ouder en een tiener en die wil ook een hippe moeder? Ze moet er eigenlijk niet schamen om dadelijk met mij naar de stad te gaan. Maar toch heb je jezelf opgegeven? Ja. Ik vond dat ik dat wel verdiende naar
na zoveel kilo's kwijt en zoveel... Maar wat was de omschakeling in je hoofd dat je dacht van... nu wil ik wel gewoon echt gaan afvallen? Nu word ik echt te dik? Nou, ik ging op de weegschaal staan en die magische 100 die naderde. En ik had zoiets van, dit gaat niet goed. Nee. Want je hebt het nog steeds over je zwangerschapskilo's. Maar als je jongste 6 is, dan is het denk ik niet meer door de zwangerschap. Nee, het is wel iets wat blijven hangen is. Maar ook niet om te zeggen van, ik een eten vind ik gewoon lekker. Ja. En volg je een bepaald dieet? Of... Het is minder snoepen dieet. Dus je snoept te veel? Ja. Ja. Is dat het enige wat je hebt gedaan? Nee, ja, s'avonds met het avondeten in plaats van een groot bord gewoon een klein bordje pakken. Ja. Wat doet het met je? Hoe voel je je nu? Stukken beter, fitter. Kan je dat omschrijven? Is dat als je met de kinderen gaat spelen of als je dingen onderneemt? Ik ben veel meer actief. Ja. Je speelt meer met de kinderen, je fietst meer met de kinderen. Je bent veel meer buiten met ze. Dus dat doet wel goed. Ben je er al of wil je nog meer afvallen? Ik wil er nog 1,8 kilo af. En dan hoop ik dat ik zo kan blijven zoals ik dan ben. Even, hè? Want als jij straks dus een hele nieuwe ik bent, want je ziet er echt anders uit, dat kan ik je echt nu al zeggen. Hou je het dan ook wel vol? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik ga in ieder geval heel erg mijn best doen. Ja. Kijk, en het is zo, het zit niet in je systeem om inderdaad net even iets eerder op te staan om je make-up en je haar te doen. Maar op een gegeven moment, als je daaraan went, is het misschien een 10 minuutjes extra in de ochtend en je kan toch heel de dag stralen. Ja. Dat gaan we in ieder geval proberen. Nee, ik wil gewoon een volmondige ja, dat ga ik doen, horen. Godsidori, zeg het. Nou, dat ga ik doen. Stylist Malou van Garcia kan niet wachten om Helma kledingadvies te geven. Malou, een echte creabea. Met 7 andere ontwerpers heeft zij een nieuw fashion hotel opgestart. Ze is nog een jonkie, want in juni haalde ze haar diploma aan het Amsterdamse Fashion Instituut. Parijs, Milaan, New York. Daar haal ik meer inspiratie uit dan één bepaald persoon. Haar missie? Alle vrouwen moeten er vrouwelijk en stoer uitzien. Wauw, daar zal zij met de mode van Garcia zeker voor zorgen. Toen je vanaf de binnenkant viel me aan jou op dat je één groot vlak bent. Omdat je al kort bent en je werkt niet met lagen, lijkt je alleen nog maar korter. Dus wat ik dan wil gaan doen straks in de auto, dus met verschillende lagen werken. Dus een korte jasje met een lange jurkje en een legging wat weer een andere kleur heeft. Ja, en sjaals of zo ook? Sjaals ook, ja. Ja. Want dat werkt ook wel vaak goed. Ja. Om wat meer kleur en verschillende prints in te krijgen. En ik weet dat je aangegeven hebt dat de spijkerbroek een dilemma is. Ja, je hebt bijna nooit aan een spijkerbroek. Nee, het zit niet fijn. Nee, ik heb niks meer in spijkerbroeken. Nou, toch wil ik gaan proberen om jou aan een spijkerbroek te helpen. Is het niets, dan is dat ook goed. Maar ik wil wel laten zien dat er ook best wel modellen zijn die wel heel goed zitten. Ik ben benieuwd. Okay. Ja, leuk. Nou, de reden dat ik heb gekozen voor deze outfit is dat de denims zijn gewoon stoer en hot op dit moment. In verschillende wassingen en verschillende wijdtes. En dit is net een hele mooie combinatie. Niet te wijd, niet te strak, maar toch een stoer element erin. En voor de rest heb ik gekozen voor een aansluitende top. Die verder geen accenten ergens op legt. En een iets langere gilet. Die je dus ook dicht kunt dragen, waardoor je toch net even dat buikje wegwerkt waar jij zo moeite mee hebt. Ja, want deze probleem. Ja. De broek op zich zit wel lekker. Ik vind hem ook mooi. Ik vind het ook stoer met die laarzen erbij. Ja. Maar ik zou hem al niet kopen om de... Ja, ik vind gewoon mijn buik te veel naar voren komen in deze broek. Ja, want op zich los je het niet op door een hoge of een lage broek. Want in een hoge broek zie je hem net zo duidelijk. Mm-hmm. Dus ja, zo kun je het toch beter verbloemen door gewoon dan de gelaagdheid in tops te gaan werken. En dan zou je dit dicht doen? Dan zou ik dat dicht doen, ja. 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 Het voelt niet verkeerd. Oké, nou, hartstikke leuk. Ik heb voor deze outfit gekozen omdat dit jurkje een print heeft. En het verbloemt gewoon bepaalde delen die jij niet graag ziet bij jezelf. Ja. Dus, en
Dit gaat allemaal over hele gemakkelijke stoffen, maar toch draagt het net wat meer vrouwelijkheid uit dan wat je normaal draagt. Ja. Dus de stofkeuze is daar heel belangrijk in. En legging is stoer. Het jurkje is vrouwelijk en stoer tegelijkertijd. En dan wil ik je laten zien dat als je daar dan weer een grof gebreid vest overheen draagt, dat ontzettend leuk kan zijn. Nou, het valt me op dat weinig kleuren zijn, maar dat ik het wel heel mooi vind. Ja. Ik ben eigenlijk toch wel iemand van de kleuren. Kijk, en als je dit dan heel lekker nonchalant... Kan ik die gewoon omslaan? Ja, die kun je gewoon omslaan. Nou, die had ik nooit zelf uitgezocht. Kijk, dan heb je, je breek je punt een beetje wat bij jou moeilijk is. Ja, ja. Het is heel erg eentonig, dat klopt. Maar het is wel... Het is niet saai. Het is niet saai, nee. Nee. Dat voelt goed. Dit voelt goed voor mij. Ja, het staat echt ontzettend leuk. Ja. Ja. Tanja krijgt advies over haar kleding van Dijon. Dijon Hagenaars. Dijon heeft al 20 jaar een eigen modellenbureau. Niet gek dat mode en kleding zijn passie zijn. Hij kan enorm geïnspireerd raken door kleur en prints. Telkens weer combineert hij verschillende stoffen om tot unieke combinaties te komen. Men kan beter naar je omkijken als je op straat loopt dan dat ze je vergeten en dat ze niet naar je kijken. Namens Miss Etam zal hij de styling van de kandidaten op zich nemen. Het is niet echt elegant. Voel er maar eens aan hoor. Het is echt, voel je de stretch? Ja. En die verdoezelt echt alle bobbeltjes, heuveltjes. Dus als je die eerst aan zou willen doen, dan ga ik je daarna leuk aankleden. Tanja. Ja. Ja. Ja, hoe voelt dat? Slanker. Ja? Ja. Het is echt vanaf het breedste gedeelte, dus vanaf je heup naar je taille, krijg je eigenlijk een lifting. En dat wil zeggen dat het lichaam zich gewoon beter in de proporties verdeelt. Ja? We hadden één deal samen, hè? De broek van moeder doen we niet meer. Nooit een print aan de onderzijde. Wat ik wel ga doen, is een aantal prints aan de bovenkant aangeven. Ik heb een colbertje voor je. Ja. In een dwarse streep. En dat gaan we onderbreken met een tekstprint. Stuck in the clouds, she begs me to come down, says boy, quit fooling around. Nou, pakket aan prints, de sens is compleet. Ja, wat ik wel heel bewust gedaan heb, in verschillende lagen te werken. En dit houden we rustig, dus de onderzijde, en lekker veel bombastisch aan de bovenkant. En het is winter, dus ook de sjaal mag natuurlijk niet ontbreken. Het voordeel is natuurlijk met een colbertje, dat kan je heel makkelijk gewoon dragen als het niet echt koud is. Maar dan is een stukje behaaglijkheid door middel van een sjaal is wel fijn om te combineren. Ja, het is niet wat ik zou kiezen, want ik voel me net zo'n kermisattractie nou. Ja. Maar de broek zit wel. Wat ik wel bewust weer heb gedaan, rustig aan de onderkant, toch weer voor een print gekozen als top. En daarover dan dat stoere spijkerjackje en dan de ketting. Ook niet mijn ding. Ketting niet jouw ding. Nee, maar we hadden een afspraak, hè, want we zouden de accenten in boven leggen. Dus... En dan hoort de ketting bij. Ja. Helma, jouw dochters hebben jou opgegeven omdat ze wisten dat jij het heel erg leuk vond. Maar toch is het natuurlijk best wel raar dat twee dochters hun mama opgeven. Eigenlijk zeggen ze dan, mam, je ziet er niet uit en toch? Nou, ik denk dat het meer aan mezelf ligt. Ik kan nogal zeuren over mijn uiterlijk. Van, ik zie er ook niet uit en onzeker. Maar op een gegeven moment
wilden ze het als verrassing doen. Dus ze hadden me opgegeven. Maar toen kregen ze zo'n vragenlijst. Toen moesten ze mijn BH-maat en mijn oogkleur en mijn taille. En dat was te moeilijk. Dus toen, ja mam, hier heb je de lijst, film zelf maar in. En zodoende ben ik er toch achter gekomen. En dan zit je hier, hè? En dan zit ik hier. Maar ze wisten dat ik het leuk zou vinden, hoor. Ja, want jij zegt, ik voel me wel eens onzeker. Dat is veel erger geweest, hè? Je hebt echt heel onzeker gevoeld. Ja. Kan je dat eens beschrijven? Want het kwam door allerlei relationele dingen die je hebt meegemaakt. Ja, ik heb redelijk qua rugzakje, om het zomaar eens te zeggen. Maar dat heb ik achter me gelaten. En op een gegeven moment heb ik ook zoiets van, nou, ik leef nu. Mijn rugzak, die inhoud, die kan ik gebruiken voor de toekomst. Ja. Een hoop ervaring. En ja, het is gewoon één feest. Sinds wanneer heb je dat? Dat je weer, tenminste, dat je aan je innerlijk hebt gewerkt en je weer beter voelt? Nou, dat is natuurlijk een proces van jaren. Maar ik heb afgelopen jaar heb ik er nog flink aan gewerkt, om het zo maar te zeggen. En nou heb ik zoiets een streep onder het verleden en ik leef nu. En nou, ik heb twee prachtmeiden, ik heb mijn lieve vriend. Het is goed. Aan applaus te horen van je dochters, je moeder en je vriendinnen, is het oké. Maar nu het grote moment dat je jezelf mag gaan zien. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Succes. Dank je. Wow! Oh, wat mooi! Super, super! Oh. Ja, echt geweldig. Oh, ik ben best knap. Nee. En nu mag je ze omarmen, zoenen, bedanken dat ze je op hebben gegeven. Toch? Ja, eerst een man. Ah. Het gelukt, hè? Dankjewel, hè. Dankjewel. Super. Wow. Je bent ook best knap. Wel. Na 18 jaar dezelfde look is het iets anders geworden. En ik kan je zeggen, ik heb al veel metamorfoses gedaan, maar dit is een echte. Oh god! Nee, leuk. Maar nu mag je ook je vrienden en familieleden omhelzen, zoenen. Nou, dit is echt mooi. Ja? Dat is echt maar 18 jaar zo lang. En dan. Papa. Dus op van haar. Ja, dat is ook leuk. Maar jullie ook, dankjewel dat jullie jezelf hebben overdurf gegeven aan ons team. Het was echt een hele fijne dag. Het was echt heel leuk. Jullie ook, dankjewel voor jullie komst. U thuis, bedankt voor het kijken en hopelijk kijk je volgende week weer. We zeggen nog een groot applaus voor deze twee kanjers. Jouw man heeft het ook nog niet gezien, jouw vriend.
You Make Me Feel So Good wordt mede mogelijk gemaakt door Brainwash, jouw kapper.